Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OVTNC, heeft in het kader van de landelijke ordening van het openbaar vervoer een herregistratie van de particuliere lijnbussen gehouden. Deze periode werd zoals gepland begin juni afgesloten. Nou, het project is wel goed verlopen, moet ik zeggen. Jammer genoeg hebben niet alle bushouders gehoor gegeven daaraan. En krijgen we achteraf nog bushouders die bellen dat ze dus niet, niet de gelegenheid hebben gehad om zich te herregistreren. En dan hebben we allerhande redenen, bijvoorbeeld ik had buikpijn, mijn moeder was ziek, mijn moeder deed. Maar op dit moment kunnen wij niet overgaan tot een naherregistratie, was ook in de bekendmaking doorgegeven. Dus wij zijn nu bezig met een traject voor per route de zaken sorteren. We hebben dus extra computers ingezet waardoor dus de mensen alles kunnen digitaliseren. En dat de minister en ik en ieder die hier dan de leiding heeft, dat we met een druk op de knop weten wat de status is in zaken de bushouders en vergunningen. Kijk, we gaan nooit 100% halen, jammer genoeg niet. Maar we kijken ernaar, maar ik mag zeer tevreden zijn, want 90% heeft zich geregistreerd, zeker weten. Als je niet bent geherregistreerd, ben je niet in het systeem. Wij zullen als ministerie kijken hoe we daarmee omgaan en dan zullen we dan terug de bushouders dat wel horen. De herregistratie vond in Paramaribo en Nikeri plaats. Voor wat dit project betreft, is het personeel van transport dat belast was met de herregistratie bezig de routes te sorteren. Het ligt in de bedoeling om al de gegevens van de bushouders per route te digitaliseren. De bedoeling van die herregistratie, dat is voor veel mensen niet duidelijk, wat de bedoeling is geweest van de herregistratie. We hebben bij mijn aankomst hier op het ministerie heb ik gemerkt dat de dossiers niet volledig zijn. En ik heb twee lijsten ontvangen, twee overzichten. Eentje van de PLO en eentje van Hoofd Openbaar Vervoer. En die lijsten matchen niet met elkaar. Dat was voor mij ook aanleiding om daarmee te beginnen. Daarnaast hebben we ook op het veld hebben we gemerkt dat als je één persoon pakt met een valse vergunning, dan heb je gauw genoeg de neiging om te denken dat er meer kunnen zijn. Dus om dat te voorkomen, om dat mensen met valse vergunningen rijden, zijn we overgestapt tot deze herregistratie. U hoort directeur Joyce Blokland-Weinstein over het verloop van deze herregistratie. Kijk, als je dus de juiste ordening wil hebben, dan moet je bij de basis beginnen. Dan moet je weten wie een geldige vergunning heeft. Toch? Men klaagt over illegale bussen die rijden. Die illegale bussen kunnen zich niet registreren omdat ze geen vergunning hebben. Dus het gaat makkelijk herkenbaar zijn daarvoor dat we dus de vergunningen nu in ons bestand hebben en precies weten wie vergunninghouders zijn. Reduction of emissions from deforestation and forest degradation, REDD+, is een programma van de Verenigde Naties om de uitstoot van CO2 door ontbossing en bosdegradatie te verminderen. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is een van de REDD+ ministeries daar het programma het gezamenlijke doel nastreeft te weten het leveren van een belangrijke bijdrage aan diversificatie van de economie, duurzame ontwikkeling en het creëren van werkgelegenheid. Leden van de Program Management Unit van het National Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, het NIMOS, dat is aangewezen als Technical Focal Point van REDD+, hebben een presentatie over REDD+ op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme gehouden. Tijdens deze presentatie is inhoudelijk ingegaan op het programma en hoe het Nationaal Bosmonitoringssysteem werkt. REDD+ geldt er geen verbod op ontbossing of mijnbouw of duurzame houtexploitatie of dat we geen land meer kunnen ontsluiten voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld landbouw. Het is namelijk zo dat al deze zaken zijn toegestaan
maar op een zodanige, duurzame en gestructureerde manier dat het ook ten voordele is van alle stakeholders. Dat het ten goede komt van de duurzame ontwikkeling, van de nationale duurzame ontwikkeling. En dat het zo minimaal mogelijk negatief invloed heeft op het milieu. Dus laat bij u niet na de presentatie de indruk bestaan dat wij propageren dat er geen boom uit het milieu meer weggaat. Het gaat bij RedPlus erom dat het gaat om duurzame exploitatie, duurzame mijnbouw, duurzame houtkap, duurzame ontsluiting van land en een duurzame benutting eigenlijk van onze natuurlijke hulpbronnen. Het gaat erom van dat ons bos blijft bijdragen aan verbetering van welvaart en welzijn van niet alleen de huidige generatie, maar van de toekomstige generatie. En dat ons bos een bijdrage blijft leveren aan het wereldmilieu. En dat Suriname daardoor in aanmerking wenst te komen voor een adequate compensatie. Want het is uiteindelijk een dienst aan de wereld dat Suriname met behoud van haar bossen en duurzaam beheer van haar bossen dan vervult. Bosmonitoring voor RedPlus, wat houdt het in? Zoals mevrouw Bihari reeds aangaf, als we aan RedPlus, als we in aanmerking willen komen voor financiering uit RedPlus, hiervoor heb je voor RedPlus twee soorten data nodig. Wat ze noemen activiteitendata, aan één kant, en aan de andere kant data over de emissies, over de uitstoot. Wat zijn die activiteitendata? Een voorbeeld van die activiteitendata is bijvoorbeeld de oppervlakte van het land dat op jaarbasis wordt ontbost. We noemen emissiefactoren. Wat is dat voor iets? Het geeft aan als 1 kubieke meter hout wordt gekapt, komt er x hoeveelheid CO2 vrij. Als 1 hectare bos wordt ontbost, komt er bijvoorbeeld 219 ton carbon vrij. Zoveel CO2 vastgelegd of zoveel CO2 uitgestoten. Dat is eigenlijk de basisformule van hoe je monitoring voor RedPlus moet doen. In 2014 is Suriname gestart met de voorbereidingsfase van de RedPlus-strategie en volgens Bihari zal binnenkort uitvoering worden gegeven aan een studie innovatie en economische mogelijkheden. De Sint-Elisabeth-school 1 organiseerde een voorleesdag voor haar leerlingen ter bevordering van hun leesgewoontes en leesgedrag. Dit om hun woordenschat te vergroten en hun taalgebruik te verbeteren. In dit kader is er een aantal bekende Surinamers uitgenodigd om invulling te geven aan deze dag. Een der genodigden was de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor Salim. Voor mij werd gevraagd om hier op de Sint-Elisabeth 1 bij deze voorleesdag een boek te lezen. Het zijn de zesde klassers, die gaan straks hun examen ook doen. En mij werd gevraagd om een boek voor te lezen en dat heb ik met alle plezier gedaan. Het geheim van de Goslaar van Gerrit Baron. Ik vind het belangrijk omdat lezen is het fundament. Lezen is het fundament van leren lezen, het is het fundament van kennis opdoen. Dus we zien een tendens nu is dat als je mij vraagt, er vandaag de dag heel weinig wordt gelezen door de generatie die nu is. Omdat men veel tijd stopt in andere zaken die hun misschien afhoudt. Bijvoorbeeld in het verleden had je ook buiten spelen, toch? Veel buiten spelen, maar nu met hun tabs en noem maar op. Er wordt wel gelezen, maar de vraag is wat wordt er gelezen? En ik zie veel dat kinderen met games bezighouden. En dat vind ik zorgwekkend, die tendens vind ik zorgwekkend. Uiteraard zijn er ook een heleboel kinderen die wel lezen hoor. Maar ik denk dat dit initiatief om de kinderen dat gedrag bij te brengen, dat moeten we stimuleren. Thuis wachten de ouders van Harold en Kele op hen, samen met Stevens moeder. Ze kregen allemaal een fikse Surinaamse brasa. Jullie kennen die brasa toch? En iedereen vertelde hun
Ze vertelden hun verhaal voor de zoveelste keer met plezier. De eerste keer dat er een voorleesdag werd georganiseerd door de leiding van de Sint-Elisabeth School 1. Een van de trekkers van dit project, de heer Romeo Sleeman, teacher-librarian van de Sint-Elisabeth School 1, legt uit waarom er is gekozen voor een voorleesdag. Ook vertelt hij waarom ervoor is gekozen om bekende en voorbeeldige Surinamers uit te nodigen om invulling te geven aan deze dag. Enkele andere genodigden waren DNA-leden Karel Breveld, Ilahi Baks, Hopkinson, Misika Ba en Wangsa Besari. De minister van Binnenlandse Zaken Mike Nushalim en de minister van Sport en Jeugdzaken Lalini Gopal waren de genodigde ministers op deze voorleesdag. Ook moeder Mierse was trots op haar zoontje Steven. 'S Avonds werd er nog snel een feestje gebouwd en oom Tjopo was gastheer. En tante zat, tante Gerda, en ze was trots en ze keek. De zonen hadden iets groots gedaan.